Nog even een voorbeeld over HR en ook mensen die solliciteren, hoe die nou eigenlijk om kunnen gaan. Laten we even kijken bij vacatures. Hier heb ik een private banker. En dan kunnen we even kijken van in het kort. Pakken we even deze job description. Dan gaan we eens even kijken of wij geïnterviewd kunnen worden, getraind kunnen worden om deze baan te krijgen. Zo, ik doe copy. En dan ga ik naar Interviewed by AI. Nail the interview. En ik kopieer nu deze tekst erin. En ik zeg generate the interview questions. And can you describe your experience in managing and growing a portfolio of wealthy individuals? Ja, dat kan ik wel. Ik heb in mijn eindeloze ervaring als private banker heb ik een aantal families begeleid. En ik heb ook gezorgd dat ik de politieke problemen tussen al die individuen op een goede manier heb vormgegeven. En ik heb een mix gemaakt tussen conservatieve en zeer agressieve investeringen in crypto en in real estate. En ik had een rendement over een 10 jaar van een 600%. En daar, zowel bij de resultaten als de benadering van de service, waren ze heel erg tevreden. Nou, hij gaat nu evalueren wat ik gezegd heb. En het grappige is ook al, doet hij het in het Engels. Eens kijken of hij het Nederlands goed doet. En hier staat dus, yes, I can do that in my endless experience. En nu zegt hij hier, you did a good job mentioning your experience. You highlight your ability. Political problems, hij zou meer specifieke examples willen hebben, pen metrics. En het moet concise zijn, focus, avoiding unnecessary information and relevant details. Oh, dit is meer een gestructureerde manier om te reageren. En dit soort mensen zou je aannemen, niet zo iemand als ik. Dus dit is wel een mooi voorbeeld hoe je dit soort eigenlijk kunt doen. En dan kun je gewoon doorgaan naar de volgende vraag. Next question.